Het rapport van Rijn kwam eraan. aan, daar gingen mensen zich, uh, konden mensen zich anoniem melden. Mensen werden ook uh, actief benaderd om daar iets over, uh, over te zeggen. En eigenlijk gelijktijdig met, de, met, dat, met dat rapport zijn jullie een programma gaan maken. En we hebben mensen gevraagd om mee te doen met het programma. Mart Smeets, Janine Abring, Jan Slachter, maar ook mensen achter de camera. Ja. Waarom wilde je dat graag maken? Nou, het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, uh, grensoverschrijdend gedrag. Het is natuurlijk ook iets waarbij je, als je het aanmaken het bij jezelf nagaat. Hè? Van, heb ik dat zelf wel eens gedaan? Uh, ben ik zelf wel eens uit mijn slof geschoten? Maar het is ook een. Uh, uh, Toen willen mij vroeg, want het was haar idee. Van zou je dat willen 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 maken? Nou, dat leek me heel interessant. Ja. Ja. Was het moeilijk om de mensen voor de camera te krijgen? Eigenlijk viel dat wel mee, maar ik moet zeggen. Ik moet ook even mijn redacteuren Hetty Nietzsche en Pascale mm -hmm. uh, Kwade noemen. Want die hebben dat heel goed gedaan. Ja. En we hebben uiteindelijk... Dat vond ik het mooie aan het project. Dat je niet alleen de bekende koppen ziet. Maar inderdaad, wat je zegt, ook mm -hmm. de mensen die je nooit ziet. Ja. Dus mm -hmm. de redacteuren. Die dus echt uh, op die vloeren werken. Mm -hmm. en, uh, ja. En het is niet zozeer een programma over wat vind je nou van Matthijs van Nieuwkerk? Helemaal nee. niet. Het gaat erom hoe ontstaan dingen op een redactie. Hoe kan dat nou? Ja. Hoe, hoe ja. werkt een redactie? En, en hoe karakterbedervend is het om met je kop op tv te komen? Dat ja. zijn. Interessante vraag, vond, vond ik. Ja, jij noemt uh, Matthijs van Nieuwwerk. Ik begreep dat jij ooit in de running was om een interview met Matthijs te doen. Daar hebben we over gesproken, althans. Het ja. artikel er was, ja. ja, ja hebben we over gesproken. Maar toen was het uh, NPO-rapport er nog niet. En de NPO uh, vond het ook beter om het niet te doen. En ik tr zelf trouwens ook, omdat je dan... Ja, ik ben achteraf blij ook dat we het niet gedaan hebben. Want er staan best wel dingen in die ik natuurlijk niet wist toen. Nee. En, uh, dus het is denk ik wel goed ja. dat we het niet doen. Want heb je hem voor de serie wel gevraagd? Ik heb hem niet speciaal voor de Syrië gevraagd. Ik heb hem wel op een gegeven moment gesproken. Omdat hij me opbelde en zei: uh, ik, ik hoor dat jij uh, de volkszat aan het overdoen bent. Wat helemaal niet zo was. En, uh, nou ja, dus dat was, dat, dat was wel. Uh, en wat zei je toen terug? Dat ik nee. niet zo goed begreep wat hij bedoelde. En, uh, <laughs> uh, nou ja. Dus, uh, maar bedoel je dat hij het onprettig, <coughs> dat hij het onprettig vond dat jij ja. dit programma aan het maken ja, was het met wel. mensen achter ik denk de het schermen? Wel. Nou ja, er waren toen blijkt ook achteraf gesprekken met bijvoorbeeld Jan Slachter hè, over mm -hmm. terugkomen. En, en ja, dat, dat, dat was natuurlijk niet een prettige timing dat er dan zo'n programma zou komen. Nee. Maar maakte het dat ook moeilijker? Ik bedoel, heb je, heb je... aanvankelijk? Daarnaam... Want je vroeg was het moeilijk om mensen ja. te vinden. Nou, aanvankelijk ging dat best goed. Maar vanaf dat moment merkte ik ook wel dat er een tegenwind ontstond tegen hmm. dit project. En uh, wat af... zeiden mensen dan als ze dachten van hé, hey, ja toch maar niet of toch niet of waar kwam die tegenwind vandaan? Nou, de, de tegenwind bestond uit twee onderdelen. Je had eerst, zouden bijna alle omroepen meedoen op Human en VPRO ja. En gaandeweg begonnen de omroepen af te haken. Nou bijvoorbeeld, uh, Bien en Vara konden we iets bij voorstellen omdat dat toch intern ook ingewikkeld ligt. Maar, wij wilden bijvoorbeeld ook graag mensen van de NOS spreken. En die kregen geen toestemming om mee te doen. Wat ik heel erg jammer vond. Want het is natuurlijk toch belangrijk dat je mm -hmm. die mensen ook kunt spreken. Ze waren natuurlijk in afwachting van hun eigen rapport. Maar toch, dat was... Dat, dat vond je, vo je dat een beetje verschuilen achter het wachten op het rapport? Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat, maar, maar het is natuurlijk heel jammer als, ja. je, als, je, als je, je hele goede redacteur die ik net noemde, mm -hmm. mensen vinden die zeggen: wij willen graag meedoen en het, en het kan niet. Ja. Mm -hmm. Dus dat, dat vond ik jammer. Ja. En vervolgens kan die andere tegenwind van mensen die ze, zelfs mensen die aan tafel hadden gezeten, <coughs> zoals Jan Slachter, die achteraf opeens zeiden: ja, maar je mag het niet meer gebruiken. Ja. Wat natuurlijk een vrij bijzondere opvatting over journalistiek mm -hmm. is. Hè? Ja. Dat je een interview gewoon intrekt, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Nee, maar hij had natuurlijk gezegd, van, ik dacht dat je het op een ander moment zou uitzenden. Ik wil niet dat het na het ja, rapport... Maar dat vindt. zijn allemaal een beetje, ja. beetje uh, gedachte argumenten. Maar wat zeg jij dat dan, dat iemand het in wil trekken? Nou ja, ik bedoel, uh, ik ga me niet in, de, in, in Jan Slachter uh, nee. uh, verdiepen, maar... Uh, ik vind het, het eigenaardig dat je, mm -hmm. als je een gesprek hebt uh, gegeven, ja. uit vrije wil en goed gesprek en er geen goed geluimd weg. En dat opeens uh, ja. de andere ja. kant gedaan. Het geeft eigenlijk aan hoe gevoelig het allemaal is. Dat merkte ik aan de ja. andere kant. Ja. Nou, dat dat zo is, dat is ook helemaal niet zo gek. Maar laten we even kijken naar een van de mensen die jij geïnterviewd hebt, dat is een producer achter de schermen bij een Omroep Max programma. Mm -hmm. um, en dan horen we een stukje van haar verhaal. Nanda heet Ja. Op de eerste opnamedag. Uh... Kreeg ik naar mijn hoofd geschreeuwd: uh, Hou je kop! En toen dacht ik: Oh, oké, okay, is dit wat we nu gaan doen? Maar dit is niet nee. wat ik gewend ben van dit programma. Zo gingen we volgens mij nooit met elkaar om. Um, dus daar was ik niet zo van gediend. Zei je wat terug? Nee, op dat moment stond ik met mijn mond vol tanden. Nee, ik zei absoluut niks terug. Nee. Um, de volgende dag naar um, de productieleider geweest. En toen heb ik gezegd: Dit en dit is er voorgevallen. Ik vind dat niet oké. Okay. Dus um, wat gaan we hier aan doen? Toen kreeg ik te horen: je moet het zelf met die persoon oplossen. Ik ging zijn kamertje binnen en ik zei: luister, dit en dit heb je gezegd. Ik vind dat echt niet uh, oké. Okay. En toen zei hij: uh, Maar je kop zit er toch nog aan? Toen dacht ik: oké. Okay. <laughs> uh, hoe ga ik hiermee verder? Wat kun je in godsnaam zeggen tegen iemand die zo met je omgaat? Ik zie dat je het nog steeds raakt ook. Hè? Ja. Wat is dat dan? Het is de druppel geweest om uh, met tv te stoppen. Eigenlijk is dat een van de meest schrijnende uitkomsten van het onderzoek. Dat het, en de belangrijkste, dat het zoveel langdurige schade heeft gebracht. En ik denk dat veel mensen die denken, oeh, dat heeft misschien wel aan mij gelegen, zich dat niet gerealiseerd hebben. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat het nu zo uit dat, uh, uit dat rapport komt. Maar ik vroeg wel af, Koen, um, het onderzoek is anoniem. Jij kiest er ook voor om de mensen geen namen te laten noemen. Waarom We hebben dat? nooit het programma genoemd en niet de naam van, van degene om. Nee. Nou, ik vind dat. Of... Dat, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat wij iemand willen aanwijzen, mm. maar om, om hoe zoiets kan ontsporen. En we en wilden een beeld geven van wat ja. er, hoe het werkt. Want, ja. want het, gaat natuurlijk, het ging op een gegeven moment uh, ook om begrijpelijke redenen, maar wel heel erg alleen over. die heeft dat gedaan, ja. die ja, heeft dat uh, gedaan, ja. hij moet uh, hangen. Los wat je daarvan vindt, dat lost niks op. We, we, wat we moeten doen is naar onszelf kijken als, als beroepsgroep. En uh, zorgen dat dit niet meer gebeurt. Het ja. raakt mij weer. Ik vind ja, het gewoon zeker. echt zo erg. En er zijn heel veel mensen die, de, die, die gewoon gestopt zijn. Of die nu door, door de publicatie weer met een knoop in hun maag... Mm -hmm. uh, omdat het weer boven komt. Uh, Janine, die erin zit, ja. vertelt dat Dan. ook. Uh, ja. Dat is echt heel Janine erg. Janine Amring is dat. Die heeft het ja, ook verteld. Er ja. kwam een mailtje kwam maar rond van de eindredacteur... Ja. die noemde haar een hele slechte journalist. En, uh, ja, ze werd zei... helemaal afgebrand. Helemaal afgebrand. Ja. Ja, ja en, en, en zij heeft toen de moed gehad om te zeggen, nou oké, okay, dan, uh, hè, dat, dat zit in het programma, ja. dan, uh, dan, dan ga ik wel weg. Maar dat is natuurlijk eigenlijk belachelijk, dat ja. iemand die dingen aankaart dan dus weggaat. Ja, laten we even gaan kijken. Er was een hoogoplopend meningsverschil tussen mij en, en desbetreffende eindredacteur. En, um, weet je, want daar zitten natuurlijk twee kanten aan. Maar in zo'n geval zou je willen dat er sprake is van een volwassen gesprek tussen twee mensen... Waarin, je, waarin ik ook mijn kant van het verhaal zou kunnen vertellen. En daar was geen sprake van. Liet dat hoog op? Zij vond dat ik een fout had gemaakt. En in plaats van dat ik mijn kant kon vertellen, werd er letterlijk een deur in mijn gezicht gegooid. En um, toen is er uh, een mail rondgestuurd aan de hele redactie uh, over, over wat een journalistiek onbenul uh, ik was. Ik zag die mail en toen dacht ik... Het was echt een soort... Reality check, dat ik dacht, ja, maar dit is. Zo, zo ga je toch niet met mensen om, maar zo kun je toch. Dit is toch niet, no ja, is niet normaal? Ja, een, een, een conclusie van het rapport is ook. Uh... Doe, Doe normaal. normaal. Doe normaal. Ja, ja. Ja. Jij zoekt maar... uit wat grensoverschrijdend gedrag is. Nou, hier hebben we allemaal helemaal geen twijfels over. Maar heb jij een antwoord gekregen op die vraag? Wat is nou grensoverschrijdend gedrag? Nou ja, uh, uh, dat je. Niet wil dat je een ander niet aandoet wat je zelf ook niet aangedaan wil worden. Dat is natuurlijk. En inderdaad, doe normaal. G gedraag je. Dat is uh, toch waar het om gaat. Ja. ja. Denk... Is het niet. Het is, uh, denk je niet. Want sommige, bijvoorbeeld Jan Slachter. Ja. die is zo van ik kan tegen een harde grap. iemand anders ja, ja. moet dat ook kunnen. Is het niet <coughs> juist niet willen. Of willen luisteren naar dat wat iemand het. anders kwetst. Ja. Ja, zeker. Ja. Want als ja. ik dat fragment zie van die ene dame, die Nanda... Ja. Ja. dan is het niet eens zozeer dat iemand hou je kop, zegt, Maar dat... Daarna, wanneer ze ja, ja. probeert uit te leggen wat het met haar doet... dat het dan ook niet geluisterd wordt. Mm -hmm. ja. En dan voel je je echt heel alleen. Dan denk je van, nou, ja. ja, ligt het dan aan mij? Ja. Weet je. En uh, die mal die je dan zelf hebt, uh, jij noemde Jan Slachter... als je die op anderen probeert te projecteren... Ja, dat werkt gewoon niet zo. We zijn mensen, we zijn allemaal verschillend. Mm -hmm. En we moeten gewoon naar elkaar luisteren. Wat voor mij werkt, werkt misschien voor jou niet. En het enige wat ik kan doen, is even luisteren... kijken hoe ik daarmee om kan gaan en dan gaan we weer door. Ja, ik zeker. bedoel, uh, soms maak je fouten, soms maak je een harde ja. grap... Als Word wordt aangesproken. Ja. Wil ik ja. ook leren en ja. die kans moet er ook zijn. Zeg ja. Maar. Ja. Um, ik wil nog even een of ander fragment. Ja, het het staat al op, op online hè, het programma dat jullie hey, je gemaakt het hebben. Op, op NPO Start. Alzien. NPO Start kun je het uh, kun je het al daar zien en hebben. het is al veel bekeken. En daarin uh, Mart Smeets heb jij ook geïnterviewd en dat is eigenlijk een fragment wat al regelmatig wordt doorgestuurd. Mm. Um, want jij vraagt hem, uh, uh, jij, jij, jij legt hem daar uh, het volksartikel voor over misstanden bij NOS Sport. En zij zei: Na de uitzending liep ik op een volle redactie op hem af. Ik stak mijn hand uit en stelde me voor. Hij staarde naar mij en naar mijn hand en pakte die vast, keek naar collega's en zei: Wat moeten we hiermee? Ik kan me niet indenken dat dat gezegd is en ik vind het een non-onderwerp voor dit programma. Voor dit Klaar. programma. Klaar. Dat, oh ja. jij, dat jij daarop verder wilt gaan. Het is niet bestaande in mijn leven geweest. Ik kan het me niet herinneren. Ik weet niet meer wie het is. Dat is niet gebeurd wat, wat zij zegt. Ik kan het me niet herinneren. Ik kan nee. me ook niet indenken dat ik het A tegen een levend mens zou zeggen en nee. B zeker niet tegen een vrouw ook. Oh, dat maakt ook nog verschil. Ja, dat vind ik wel. Want oh, ja? ik, ik ben vrij hoffelijk tegen vrouwen. Dus de, 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 dit is niet gebeurd. Misschien in haar optiek, ik kan het me niet meer herinneren. En dat is nu de derde keer dat ik het tegen je zeg. Bij de vierde keer krijg je een rode kaart. Nou ja, wat maar nou weer? aan jou de vraag: wat zie jij hier? Nou, ik denk dat het fragment voor zichzelf spreekt. Ik, Bad -nuts. Weet niet. ik denk dat Bad -nuts. Ik het niet echt, echt ja. uitleg. Ja, nee. Bad -nuts. Ja. Nou, En een beetje een, een, een. Ik zei dat volgens mij een soort ja. tijdcapsule die opengaat... En iemand die uit een hele andere tijd ja. komt. Ik vind soms dat we ook... Hè, want het gaat nu ook over Jan Slachter. In het programma wordt nee. hij ook geconfronteerd met situatie. Hij schrikt daar ook van. Hè? Mm -hmm. Dus mensen uh, schrikken ook van, van fouten. Die, het is heel waar wat jij zegt. Uh, uh, als mensen niet willen leren, dan is er echt een probleem. Maar er zijn ja. ook mensen die we, we mm -hmm. onszelf, uh, de badmuts... moeten helpen om, om het te begrijpen. Um, maar ja. goed, uh, ja, dit is wel een... Ja. Uh... Maar ik denk ook wel dat het misschien helpt... Om niet meer zo op die boemannen te zitten. Nee. Toch? Want daardoor wordt nee. iedereen ja. bang om de volgende boeman te worden als ja. je wel toegeeft dat je niet goed zit. Ja. En, en die boemannen zijn allemaal gecreëerd in, in het systeem. Dat is uh, dat, dat, uh, en, uh, jij zei dat mm -hmm. net heel terecht. Als we alleen maar op die boeman mm -hmm. gaan zitten, dan vergeten we eigenlijk. Maar dat is ook waar het programma heel erg over ja. gaat. Ja, precies. Hoe, hoe ontstaan zulke dingen? Dus hoe ik vind het heel fijn ontstaan. dat er geen namen ja. worden genoemd. Want het ja. gaat echt om. Het systeem ja. moet ja. veranderen. Hoe dat systeem tot stand gekomen is, precies wat je zegt, Koen. Dat is te zien in, uh, in jouw uitzending Buitenbeeld. Te zien dus op NPR Start. Ja.